En tweede marathon in Amsterdam, hebben we die nodig? Nee, ik hou niet van massawedstrijden. Een tweede marathon in Amsterdam. Heeft u daar... Geweldig? Ja, geweldig toch. Waarom rent u nou af? Ik wil wel met u meerennen. Ik wil mee rennen. Nou, dat mag toch. Een marathon in Nieuw-West. Gaat u dan meedoen? Ik denk het niet. Waarom niet? Omdat ik een korte afstand ben. In Nieuw-West? Ja, Nieuw-West. De groene. De groene inderdaad. Ja? U kent het? Nee, ik ken het, ja. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het geweldig. De Groene van Amsterdam is een initiatief van de bewoners uit Nieuw-West. Er moest minimaal 15.000 euro ingezameld worden om de marathon te kunnen organiseren. Inmiddels is er al meer dan 20.000 euro binnengehaald door crowdfunding. Het is gelukt, het is gelukt. Schrijver Abdelkader Benali is een van de organisatoren en hij kan het bijna niet geloven. Hier gaat het allemaal gebeuren. Hier vindt de start plaats van de Groene van Amsterdam, de nieuwe marathon op 11 mei aan de Slotenplas. De marathon, de 10 kilometer en de kinderloop. En yes, het is gelukt. We hebben de crowdfunding rond. We hebben ons geld binnen. We kunnen gaan hardlopen. Op 11 mei wordt het startschot gegeven van de Groene van Amsterdam. U gaat zelf ook meedoen, vanzelfsprekend? Ik ga in ieder geval de 10 lopen. En ik moet denk ik een stukje trainen. Dus ik ga nu even hardlopen als je het niet erg vindt.